Mazda is een merk dat het eigenlijk heel eigenzinnig de laatste jaren aanpakt. Waar heel veel concurrenten kleinere motoren met turbo's introduceren, gaat Mazda juist de andere kant in. Geen turbo's, grotere motoren, maar die door toepassing van een hogere compressieverhouding toch behoorlijk zuinig uit de bus komen. En dat geldt ook voor deze nieuwe Mazda 2. Waar menig auto in het B-segment beschikt over een 3-cilinder turbo met misschien 1 liter inhoud, heeft deze auto een 1,5 liter 4-cilinder. En zoals gezegd met die hoge compressieverhouding. En dat levert een vermogen op van 90 pk in de basisversie 75. En in dit geval ook een koppel van 148 Nm. En dat is helemaal niet verkeerd. En dat merk je ook aan de prestaties van deze auto. Mazda heeft met de vorige generatie al een stap gezet in de richting van lichtgewicht constructie. En daarom vinden we dat deze auto niet lichter is geworden. Hij is 14 centimeter langer, hij is iets hoger, in de breedte hetzelfde gebleven, maar weegt dan 25 kilogram meer. Uiteindelijk 950 kilo. En als we dat vergelijken met andere spelers in dit segment, dan kan die Mazda prima mee. Als we de auto van buiten bekijken, dan volgt hij wel redelijk de lijn van het vorige model. Dat betekent dus een beetje een coupé-achtige achterkant en dat blijft niet zonder gevolgen. Want iemand die tegen de 1,80 lengte is en op de achterbank gaat zitten, komt met het hoofd toch in aanraking met het plafond. Ook is de plaatsing van de zitting niet optimaal, waardoor je een klein beetje met opgetrokken knieën zit. Wat de onderstelafstemming betreft heeft Mazda prima voor elkaar met deze nieuwe compacte 5-deurs hatchback, standaard 5 deuren. Het principe van die ophanging is feitelijk gelijk gebleven, McPherson veerpoten en een semi-onafhankelijke constructie achter. Wat daarbij opvalt is dat de afvering op grote oneffenheden, en dan doel ik bijvoorbeeld op verkeersdrempels, behoorlijk hard is. De tweede keer dat je over zo'n drempel gaat, laat je het wel om daar met een iets hogere snelheid overheen te gaan. Tegelijkertijd, op de snelweg en op buitenwegen, zijn kleine oneffenheden prima te doen. Ze worden uitstekend uitgefilterd. Dus op lange ritten is die auto comfortabel. Korte ritten, door steden en dorpen met veel drempels, ja, dat is een beetje wennen en daar moet je de snelheid op aanpassen. Prijstechnisch loopt de auto weer keurig in de pas met de concurrentie. Dat verwondert ons helemaal niets. 14.500 euro ongeveer voor de 75 pk basisversie. En nemen we een stapje hoger, dan komen we zo'n 1000 euro duurder uit. En dan nog even het brandstofverbruik. Dus werkt die SkyActiv techniek van Mazda? Nou, inderdaad, die werkt, want gemiddeld rijden we meer dan 16 kilometer op 1 liter en dan met een 1,5 liter motor. Dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd.